En superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag een hele bijzondere video, namelijk een 6-jarig bestaan. Exact 6 jaar terug plaatste ik namelijk mijn allereerste blogartikel op mijn blog. Daarvoor had ik al wel een paar andere blogjes gehad, maar die bleven dan echt een paar weken of een maandje bestaan of zo. En dan stopte ik er weer mee. En ja, de blog waar toen mee begon heet natuurlijk Ordinary Odd. Voor degenen die mij langer volgen, die is 2-3 jaar terug overgegaan naar Irina Touw. Maar het is nog steeds dezelfde blog. Alles staat nog online. Ik zal voor degene van mijn allereerste artikel of mijn allereerste filmpje onder linken. Heel awkward. Juist daarom wel leuk om te zien misschien. En ik dacht, dit kunnen we natuurlijk niet voorbij laten gaan. Ik heb eigenlijk ieder jaar in december dat ik meer video's post. En dat ik dan denk van, dan wil ik ook mijn blogbestaan vieren. En dat doe ik eigenlijk ieder jaar met een winactie. Dit jaar ook. En ik dacht, waarmee ga ik dit nou eens vieren? Wat ga ik jullie weggeven dit jaar? Ga ik weer een pakketje bedenken? Ga ik weer een hele grote bloghop doen met andere bloggers? Dat had ik vorig jaar bijvoorbeeld gedaan. En dit jaar dacht ik, ik ga gewoon even een soort van terug in de tijd naar de winacties die een paar jaar terug mega populair waren. En dat was een MAC lipstick winnen. Iedereen was altijd mega enthousiast, want je kon zelf kiezen. Niet iedereen heeft het budget om zelf een MAC lipstick te kiezen. Maar ik dacht, weet je, tegenwoordig willen ook heel veel meiden dierproef vrije producten. Dus ik dacht, als ik er nou eens MAC of Urban Decay van maak, dan is het misschien wel extra tof. Want Urban Decay is compleet dierproef vrij. Dus voor iedereen die toch mee wil doen, maar geen producten wil sponsoren van MAC, kan je ook meedoen. Ik hoop in ieder geval dat jullie dat idee tof vinden. Ik probeer zelf er ook steeds meer over na te denken. En de lipsticks van Urban Decay zijn amazing. Ik krijg echt zelf mega vaak de vraag naar deze lipstick. En deze is van Urban Decay. Dit is de kleur Hitchhike. Zou je dus kunnen uitkiezen als je wint. Maar ja, die zijn echt mega fijn. Ze hebben iets wat minder kleuren dan bijvoorbeeld MAC heeft. Maar ze zijn compleet dierproefvrij over de hele wereld. Dus daarmee vind ik ze extra fijn. Hoe dan ook, meer dan genoeg gepraat over dierproefvrij en lipsticks en alles. Jullie willen vast weten hoe je mee kunt doen. En dat is eigenlijk heel erg simpel. Je moet natuurlijk geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. Heel erg simpel. Doe hieronder gratis. Help je mij mee. Doe je mee in de winactie. Geef ook gelijk even een like aan deze video. Ook heel erg makkelijk. Gewoon even op duimpje drukken. En dan vervolgens laat je een reactie achter. Met daarin in ieder geval je contactgegevens. Heel belangrijk. Zorg ervoor dat je een e-mailadres of een Instagram account of iets dergelijks achterlaat. Want via YouTube werkt het niet altijd even handig. Dan zie je soms mijn comments niet als ik op jou reageer. Dus zorg even voor een Instagram account of eventueel een e-mailadres. Dat in ieder geval als eerste in je reactie. En als tweede wil ik graag weten waarom jij mij volgt. Welke video's van mij jij het leukst vindt. Hoe lang je me volgt. Maak een leuke verhaaltje ervan over waarom je me nu eigenlijk volgt. En wat je leuk vindt aan mijn kanaal. En wat je meer zou willen zien. Wat je misschien minder zou willen zien. Iets waar ik wat aan heb. En gewoon, ja, het lijkt me gewoon heel erg leuk om te weten wie mijn volgers zijn en waarom ze me volgen en hoe lang ze me volgen. Dus maak er gewoon een leuk verhaaltje van in je comment. En dat is eigenlijk alles. Het is dus lekker simpel. Je hoeft geen vrienden te doen. Je hoeft het niet te delen met mensen. Het mag natuurlijk wel. Zou ik hartstikke leuk vinden. Als je het doet, tag mij dan natuurlijk even in je berichtje. Want anders dan zie ik het niet en het is zonde. Maar dat is de winactie. Super simpel. En ik hoop dat jullie hem allemaal heel erg leuk vinden. En dan denk ik dat dit alweer de video was voor vandaag. Want veel meer heb ik niet te vertellen. Ik zou zeggen heel erg graag tot een volgende video. Er komen nog heel veel leuke video's aan deze maand. Dus stay tuned. Doei doei!